Hartelijk welkom bij dit korte college van Artemis Omnibus Online. Vandaag zullen we gaan kijken naar enkele schatten uit de collectie van het Rijksmuseum en dan in het bijzonder van de Eregalerij. Dit korte college is opgebouwd aan de hand van een aantal thema's. We zullen kijken naar de thema's huwelijk, zuivel, humor en dieren. En dat allemaal aan de hand van enkele van de topstukken uit de Gouden Eeuw. Het eerste thema dat we zullen behandelen is het thema huwelijk. In de Eregalerij van het Rijksmuseum is een aantal portretten te vinden dat het huwelijk als uitgangspunt heeft. Het bekendste voorbeeld hiervan is uiteraard het Joodse bruidje, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Het is, naast de nachtwacht, misschien wel de publiekslieveling, het Joodse bruidje. Het is een typisch schilderij voor de late periode van Rembrandt, wat we goed kunnen zien in het scherpe licht-donker contrast, maar vooral in de manier waarop de verf is aangebracht. Opvallend is dat niet bekend is wie de geportretteerden zijn. Over het algemeen wordt aangenomen dat het om een bruidspaar gaat, dat zich heeft laten afbeelden als de Bijbelse personages Isaak en Rebecca. Ze zijn gehuld in een prachtig gouden licht en zijn enigszins verstild weergegeven, waarbij de aandacht met name getrokken wordt naar de man die zijn hand op de hartstreek van de vrouw heeft gelegd. De vrouw lijkt op haar beurt deze hand van de man weer te strelen, waardoor er een intieme en serene sfeer ontstaat. Rembrandt heeft de verf, zeker als het om de mouw van de man gaat, zeer pasteus aangebracht. Deze verf was dusdanig dik dat een iets latere kunstenaar, Gerard de Laresse, hierover bijna spottend meldde dat de schilderijen van Rembrandt eruit zagen alsof er drek langs het doek droop. Niet echt een compliment, kunnen we wel stellen. De Laresse zag meer in een vloeiende, uitgepoetste penseelvoering. Toch is de ruwe en losse penseelvoering vaak datgene wat we waarderen in de late stijl van Rembrandt. Hij wist hiermee een sprankelend effect van licht en donker te creëren. Kijkt u hier maar eens naar de mouw van de man. We zien dat enkele klodders witte verf van een afstand zorgen voor een glinsterend lichteffect. Hetzelfde geldt voor de ring van de vrouw. Verder van het schilderij vandaan lijkt het een perfecte ring. Glanzend, een mooie edelsteen. Maar van dichtbij zien we dat de glans van de steen slechts uit een kloddertje witte verf is opgebouwd. Rembrandt wist precies wat het effect zou zijn van zijn schilderstijl. Bekeken van dichtbij ogenschijnlijk een beetje slordig, maar van een afstandje perfect. Een ander geportretteerd echtpaar wordt uitgebeeld in dit schilderij van Frans Hals. Vermoedelijk gaat het hier om Isaak Abrahamszoon Massa en Beatrix van der Laan. Voor een portret uit de jaren 20 van de 17e eeuw is het buitengewoon levendig. Isaak leunt vergenoegd achterover, terwijl Beatrix losjes op de schouder van haar man steunt. Het lijkt of we kijken naar een momentopname, bijna vergelijkbaar met een foto. Hals heeft enerzijds heel verfijnd geschilderd, met oog voor detail, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de kragen. Daarnaast heeft hij ook losse penseeltoetsen gebruikt, zeker als het gaat om lichtreflectie, zoals de lichte toetsen op de vrouwenhand en in de gezichten. Dit zorgt voor een los en dynamisch eindresultaat. Wij denken bij deze losse toets misschien aan een moderne stroming, zoals het impressionisme. Maar in de tijd van Hals werd dit door lang niet iedereen gewaardeerd, al kon de levendigheid in zijn werken wel op veel bijval rekenen. De techniek van Hals was vernieuwend, maar de gebruikte symboliek is wel traditioneel. Op de achtergrond zien we een typische liefdestuin, met flanerende paren. Dit tafereel werd al in de middeleeuwen gebruikt om de liefde uit te beelden. Ook de directe begroeiing om Isaak en Beatrix heen zijn symbolisch van aard en verwijzen naar het huwelijk. Op de voorgrond, schuin voor Beatrix, ligt een tak van klimop. Deze plant, die met zijn omgeving vergroeit, werd gezien als het symbool van het huwelijk. In een ideale relatie zou men immers ook met elkaar vergroeien. Een soortgelijke symboliek wordt uitgebeeld door de wijnranken die om de boomstam heen groeien. Hoewel dit hier niet direct het geval lijkt te zijn, werden dergelijke wijnranken vaak om een dode boomstam uitgebeeld om aan te tonen dat de vriendschap of liefde tot voorbij de dood zou reiken. De distel, naast Isaak, werd ook gebruikt als teken van de huwelijkse trouw.
Dit heeft deels een taalkundige herkomst, want vanuit het Duits werd de plant de mannentrouw genoemd. Daarnaast was de distel al in de oudheid een liefdeskruid. Waar het portret van Hals nog een en al levendigheid liet zien, is het volgende tafereel veel meer ingetogen van aard. We zien een vrouw bezig met haar dagelijkse beslommeringen, terwijl ze beschenen wordt door een zeer sereen licht. Ik heb het uiteraard over het melkmeisje van Vermeer. De Delftse kunstenaar Vermeer stond onder meer bekend om zijn weergave van het licht. Hier zien we hoe een jonge vrouw beschenen wordt door het daglicht dat door de ruiten naast haar binnenvalt. Dat Vermeer veel oog voor detail had, blijkt wel uit het feit dat één van de ruitjes kapot is. De vrouw is uiterst geconcentreerd bezig met het uitgieten van de melk vanuit een kan in een soort pot. Gezien de brokken brood die naast de pot liggen, is de kans groot dat zij een broodpap aan het bereiden is. Ze ondersteunt de kan met haar linkerhand. Hierdoor zijn haar beide handen prominent in beeld en is te zien dat zij een beetje gezwollen en rood zijn. Het zijn duidelijk de handen van een vrouw die hard werkt. Hoewel het kunstwerk qua onderwerp behoort tot de genrekunst, waarin het alledaagse leven wordt weergegeven, doet dit schilderij in niets denken aan de baldadigheid die vaak de boventoon speelt in de genretaferelen. Denk aan de huishoudens van Jan Steen, waar we straks nog een voorbeeld van zullen bekijken. Het melkmeisje straalt juist rust en waardigheid uit. De achtergrond is grotendeels leeggehouden, zodat alle aandacht naar de vrouw op de voorgrond wordt getrokken. Röntgenonderzoek heeft overigens uitgewezen dat Vermeer aanvankelijk de achtergrond had opgevuld met hoogstwaarschijnlijk een landkaart. De kunstenaar heeft op meesterlijke wijze de bijna transparante melk geschilderd en ook de stukken brood zien er levensecht uit. De vrouw die zich bezighoudt met het bereiden van voedsel wordt gezien als teken van de goede zorgen en de menselijke warmte en liefde. Niet voor niets staat op de achtergrond een stoof en zijn cupido-figuren op de Delfsblauwe tegeltjes geschilderd. Deze zijn uiteraard een symbolische verwijzing naar de vrouw. Dat zuivel een belangrijke rol speelde in Holland blijkt niet alleen uit het melkmeisje, maar dat zien we ook terug op de stillevens. Zeker in de stad Haarlem waren de stillevens met een ontbijtgien zeer populair. Ook Floris Claesz van Dijk heeft een groot deel van zijn werkzame leven in Haarlem doorgebracht, waar hij een goede reputatie opbouwde met zijn stillevens. Het hier getoonde stilleven met kazen is zijn beroemdste werk en ook een zogenaamd ontbijtgien. Als we nauwkeurig naar het schilderij kijken, valt op dat het bord iets over de rand geplaatst is. Een bewuste keuze van de kunstenaar en een effect dat we vaak op stillevens uit deze periode zien. Hiermee speelde de kunstenaar met het perspectief. Wij als toeschouwer krijgen hierdoor bijna het gevoel dat we het bord kunnen oppakken. Evenals Vermeer was ook Van Dijk meester in de stofuitdrukkingen. De structuur van de kazen is levensecht weergegeven en het halfvolle glas wijn weerkaatst zelfs de ramen. In de eregalerij zijn ook diverse schilderijen te vinden waarop dieren worden uitgebeeld. Meestal dienen zij als decor in een landschap, maar ze kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Een kunstenaar die vaak dieren in zijn landschappen schilderde, was Albert Cuyp. Hoewel hij nu wordt gezien als een van de grote landschapsschilders van de 17e eeuw, was hij tijdens zijn leven alleen in zijn thuisstad Dordrecht bekend. Zijn bekendste werk is het hier getoonde rivierlandschap met ruiters. Op het eerste gezicht lijkt het een zuidelijk landschap met heuvels en een warm Italiaans aandoend licht. Cuyp is echter nooit verder gereisd dan de stad Kleef. Zijn inspiratie voor de heuvels deed hij op in de omgeving van Arnhem. Het Italiaanse licht heeft hij gezien in schilderijen van andere kunstenaars. Door dit in zijn eigen kunst over te nemen, kregen de landschappen van Cuyp een arcadische sfeer die ook zichtbaar is in dit schilderij. Het lijkt een idylle van het leven op het platteland te zijn. Midden in de compositie zien we ruiters die hun paarden laten drinken bij het water. Hoewel het lijkt of we hier naar een flinke rivier kijken, baseerde Cuyp zich op schetsen van een binnenmeertje. Hij speelde met de werkelijkheid om een ideaal landschap te creëren. Aan de rechterzijde is een aantal koeien te zien. Deze dieren werden vaak uitgebeeld in de kunst van de 17e eeuw. De dieren werden gezien als teken van de veeteelt en omdat dit in Holland een belangrijke rol speelde,
daardoor ook Azteken van Holland. Ook Cuyp heeft diverse schilderijen met koeien als onderwerp geschilderd. Zoals ook blijkt uit dit schilderij, Landschap bij avondzon met drie koeien en een liggende herdersjongen uit de collectie van het Rijksmuseum Twente in Enschede. Een dierschilderij van een geheel andere orde is De bedreigde zwaan van Jan Asselijn. Een schilderij dat in de loop der eeuwen zelfs een compleet andere betekenis heeft gekregen. Het is een van mijn persoonlijke favorieten uit de eregalerij. De bedreigde zwaan van Jan Asselijn. We zien een knobbelzwaan woest met de vleugels slaan, waardoor enkele donsveertjes in het rond dwarrelen. Het dier probeert het nest achter zich te beschermen tegen de hond die geheel links in beeld komt aanzwemmen. Zoals we bij Cuyp al zagen, was het in de 17e eeuw gebruikelijk dat dieren symbolisch werden weergegeven en een eeuw later wilde men dan ook graag geloven dat ook Asselijn symboliek in zijn schilderij had gebruikt. In de 18e eeuw werden dan ook de teksten aan het schilderij toegevoegd en las men de volgende betekenis hierin. Boven de hond is de tekst De vijand van de staat geschilderd. Deze vijand van de staat komt aangezwommen, dus van over het water. Hierdoor wordt al vrij snel de link gelegd met Engeland, inderdaad een vijand van Holland in de tweede helft van de 17e eeuw. Onder de imposante zwaan is ook een tekst aangebracht. Hier valt de raadpensionaris te lezen. Men geloofde dat dit een verwijzing was naar Johan de Witt, de raadpensionaris van het gewest Holland. Een verwijzing naar Holland is dan ook te zien in het nest van de zwaan, waarop een van de eieren de tekst Holland te lezen valt. Kort samengevat beschermt de raadpensionaris Johan de Witt Holland tegen de vijand van de staat. Omdat in dit kunstwerk kunst en geschiedenis samenkomen, past het perfect in de collectie van het Rijksmuseum dat zich richt op een combinatie van deze twee aspecten. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat dit schilderij in 1800 de eerste aankoop was van de Nationale Kunstgalerij, de voorloper van het Rijksmuseum. Er is echter één probleem wat betreft de 18e eeuwse interpretatie. Jan Asselijn kan in zijn schilderij nooit verwezen hebben naar raadpensionaris Johan de Witt. De Witt trad namelijk pas in 1653 aan als raadpensionaris, terwijl Asselijn een jaar eerder, in 1652, gestorven was. De kans is dus groot dat Asselijn gewoon een zwaan schilderde die bedreigd werd door gewoon een hond. Voor mij wordt het schilderij er niet minder indrukwekkend door. We eindigen dit mini-college met het thema humor. Humor is onlosmakelijk verbonden met de genrekunst waarbinnen Jan Havikszoon Steen de absolute meester was. Niet voor niets is de term een huishouden van Jan Steen nog altijd een begrip. Een dergelijk huishouden is ook te zien in dit schilderij, het vrolijke huisgezin. De levenslustige uitbundigheid voert in dit kunstwerk de boventoon. Er wordt volop muziek gemaakt, gedronken en gerookt. De zittende man aan de linkerzijde van de tafel heft zijn glas en lijkt met ons te willen toosten. Hoewel het in eerste instantie vooral om de vrolijkheid lijkt te draaien, is in een genre schilderij ook vaak een wijze les verborgen. Hier valt deze les letterlijk te lezen op de achtergrond. Zo de oude zongen, zo pijpen de jongen. Een spreekwoord dat we nog steeds kennen. Het slechte voorbeeld wordt door de volwassenen gegeven en door de kinderen overgenomen. Dit is ook te zien aan de kinderen direct onder de tekst. Zij hebben een pijpje bij zich en het meisje brengt deze al naar haar mond. Het is niet alleen een taalkundige verwijzing naar het spreekwoord, maar laat ook het ondeugdelijke volwassen gedrag zien, in dit geval het roken, dat door de kinderen wordt gekopieerd. Eenzelfde soort tafereel heeft Steen op de voorgrond uitgebeeld, waar een jong kind met een zwarte baret direct uit de wijnkan drinkt, hierbij geholpen door een oude zusje. Achter de toostende man is een doedelzakspeler te zien, die grote gelijkenis vertoont met de schilder Jan Steen zelf. Ook de doedelzak wordt bespeeld door middel van een mondstuk met pijp en is daarmee weer een directe verwijzing naar het spreekwoord. Ook werd het instrument gezien als minderwaardig. Dit gold ook voor de boerse fluit, bespeeld door de nonchalante jongen met het roodbruine hoofddeksel. De rokende jongen bij het raam draagt een hoorn, wat ook een instrument was waar minachting voor bestond. In de genrekunst van de 17e eeuw werd zelfs de viool, die de oude man vasthoudt, als een onwaardig instrument gezien. Kortom,
De voorstelling laat een vrolijke waarschuwing zien van bedenkelijke uitbundigheid. Een beter voorbeeld ter lering en vermaak is niet denkbaar. Uiteraard valt er in de eregalerij nog veel meer te zien. Te denken valt aan het beroemde werk van Rembrandt, De Nachtwacht, of zijn Staalmeesters, de landschappen van Van Ruisdael en natuurlijk nog diverse andere voorbeelden van genrekunst. Naar al dit moois neem ik u mee tijdens een volgend college.